Hallo, welkom bij Dus Games. Mijn naam is Kutten en vandaag een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we aflevering 2 van Red Dead Redemption 2 opnemen. De vorige aflevering was eigenlijk de intro. Hebben we een kamp gevonden, dit kampje. En we John Marston gered van de wolven en van de sneeuw. Ik heb even de game gemaakt dat automatisch opslaat, zodat we daar nooit meer zorgen over moeten maken. En ja, vandaag gaan we verder. Normaal gezien gingen we in deze aflevering, of ja, zijn ze, dat we naar het oosten gingen gaan. Maar we zitten hier nu, op dit moment, een paar weken, bij deze huisjes. Dus ja, we gaan proberen voedsel te vangen of zo, denk ik. Vissen, I don't know. We gaan kijken, hè. Dus we hebben twee missies, we hebben P en we hebben B. Kijken. Daar een beetje kampvuur iemand staan. En hier. We gaan gewoon eerst naar hier. Gewoon voor het gemak. Oké, Pearson. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a wrap. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. But when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. They sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go, Harper. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if this game knows hers, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, okay. Charles. You think this is rest? Come along. Okay. This Hayaha. For voedsel. Here. You take this. I can't use it. Joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Come on, this way. Okay, we gaan waarschijnlijk op wolven jagen, denk ik. Aangezien dat ik dat wel heb gezien. Genoeg. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't an O'Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Okay. Want is niet over de beek, okay. Dus geen vissen, denk ik. Zie vogels. Stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just like to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Ik weet niet waar we naartoe gaan, maar hoe dan ook, ja. Ik hoop dat we eten vinden voor in de soep of zo.
En dan gaan we de andere missie doen, B. Ik weet niet van wat dat die B staken denken. Of Bill, of ja, de rest kan dus. Maar ik denk ja, dat we binnenkort wel uit de sneeuw gaan geraken, hoop ik. Anders gaan we weer als je doodgaan. Maar dus, ik weet nog niet wanneer dat de uploaddatum is voor RNF 2. Op dit moment is, is de eerste aflevering nog niet geüpload, dus ja. Ik weet ook niet wat dat jullie ervan vonden ofzo. Oké. Ik ga denk ik 2 keer per week doen. Of 3 keer, of meerdere keren ofzo, ik weet het niet. Stop here a second. I see something. Careful. Moet ik mijn boog vastpakken? Waarschijnlijk wel zeker. There's deer been here. Recently. Deer? Oké, we gaan dus op harten jagen, blijkbaar. How can you not? We'll track them on foot. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. I've gun. Scare everything around. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Did you see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Okay. Oh shit! There they are. Quick, get that bow out, Arthur. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Good shot. Now let's try for another. Dat waren we in de nek gedaan. Dat waren we in de nek moeten halen of in het hoofd. Is zodat de huid wat ja, wij eten die net niet op je weten, alleen dit deel op hier. Dus al ja, dat is chill. En dan is de huid clean en kunnen we er meer voor krijgen natuurlijk. Nu nog een hart jagen. Daar is ze nog. Ah, we gaan even dichter moeten gaan denk ik. Echt chill, oké. Okay. Ik zal hier verder niet echt veel hard maken. Got it. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hands are okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Nice, ik heb die ook in de nek geraakt, hoop ik. Okay. Dus een erf is een beetje eten, voor mijn stamina mijn best. Oké, okay, maar we hebben dus nu 2 dieren en like, ik heb die andere niet meegepakt omdat we ja, niet genoeg paarden hebben, maar natuurlijk dus. Ik wil hem eerst wel schieten, maar like, ja. Ik heb hem toch niet kunnen meedoen, dus dacht dat het een beetje tijdverspilling was. En het was hier voor dat diertje, man. Oké, maar dit is, ja, dit is dat paard al aan de stoel. Maar waar is mijn ander paard dan? Waarom laat ik de ander paard zomaar achter eigenlijk? Snap ik ook niet, man. Kom maar, paardje. Welke beste eten, hè? Ready to head back when you are. Come on, then. Head back. Een reisje. Waar zitten we nu eigenlijk op de map? Oh shit.
Zie je wel redelijk ver gaan, man. Nice. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People oh, you're seeing spoon. You've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. Yeah. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Jose is waarschijnlijk dat oud ventje die ook zei dat we John moest redden. Ik denk dat dat een beetje de wezenman is, een beetje de handlanger van Dutch, een beetje. De oude wezenman. Wat ik de vorige aflevering wil zeggen, maar ik denk niet dat ik het heb kunnen afmaken, mijn zin. Maar dus, Archer is eigenlijk net als Jack gewoon een kind. Die is opgeroepen met de gang en dus Archer weet eigenlijk alles ja, van de gang, soort van, want die is daar als kind opgeroepen natuurlijk. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscoll's? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Watch out. Bear up ahead. Oh shit. Let's see if we can find another way around. Good op die berg proberen te gaan. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Hoe kan er al zo lang? Misschien. Oh shit, en gaat er ook gewoon recht op af ofzo. Cut up here, off the trail. Go easy, boy. Okay. Ik kan ook op die beer jagen bijvoorbeeld. Of vlees en zo. How long you been with us now? 5-6 months? Something like that. But you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. Just... I know you can run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Kijk, de dieren zijn... Oh ja, die herten zijn ook wel besneeuwd en zo nu, dus dat is wat chill. Dutch is different. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. Yeah. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure.
Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. Okay, we zijn dus niet opgeruimd. We zijn daar like, als kind soort van toegekomen. Dus ja, soort van opgeruimd, maar het is niet dat we daar zijn geboren ook, maar oké. Okay. Oké, dat was mijn paard, dus blijkbaar niet. Mijn paard was blijkbaar dood, dat was zijn paard dat ik op zat. Oké, hoe ver zijn we nu eigenlijk geraakt? Want we zijn wel redelijk ver, we zaten hier. Hier hebben we die dier gepakt. Oké, en hier zijn er bij marken in hutjes of zo. Oké, en we zijn dus helemaal langs hier gegaan dan. Hier, oké, nice. Dus het is een grote map al. Oké, we hebben tenminste hier. Niet dat ze dat horen of zo. Denk ik toch lekker. Pearson was gelijk ook of Pearson. Ja, Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. It takes a lifetime of practice to master. Wow, joh, man. Al die sneeuw te zwart, ja. Well, well, well. Just what a surprise. Found a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. Uncle. I do my utmost to avoid. Ah, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. What am I like so fucking rude, man? Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one that you dumped on the floor there. Good. Dus ja, voor de mensen die niet graag zien, spoel even door als je twee keer tikt op je scherm of zo. Spoel je even 10 seconden door en ja, het is ook niet dat het zo eng is, vind ik. Dat is maar ook. They always said you were a butcher. You know, you could trade these and sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else. We zitten toch niet op een berg, denk ik, maar oké. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting, after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Oké. Oké, weet je wat, ik ga mijn, ja, dat ding gewoon wegdoen. Ik heb nog altijd een andere save data. Maar ik ben nu ongeveer, ja, nog maar een, ja, ben een half uurtje bezig met die ene missie. En ja, ik weet niet hoe lang dat deze missie gaat duren, maar ik weet het niet. We gaan het zien. Ik weet niet of dat ik, ben je aan het twijfelen of dat ik zo begin met die missie of niet? Weet je wat, fuck it. Het is lijkt niet dat we zo lang bezig zijn ook, denk ik, dus. Yo, je vindt een. Oké, nice. Even binnen lopen. Old friends. Couple of days on the lam. You lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party.
Party. Probably. Uh-huh. Funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. We've been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. Okay, we gaan Como Driscoll aanpakken, denk ik. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now, you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! I'm a loss for me. Okay, nice. Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay. Let's go find these bastards before they find us and rob this store their planet. Okay. Een filmpje eigenlijk of zo. Wat dan? Oké, maar als het is al twee chille afleveringen geweest, vind ik toch. Mooie graphics en ik denk dat we redelijk veel gaan kunnen doen. Want ik heb de story al gespeeld en Free Room helemaal op het laatste. Maar ik heb nooit echt veel sidequests gedaan of zo, dus het wordt echt chill, denk ik. Ja, maar eerst hier allemaal sporen. Dus. Must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must. Blijkbaar heeft Dutch dus een broer vermoord van Como Driscoll en heeft Como Driscoll Annabel vermoord. Ik weet niet, misschien zijn vrouw of zijn dochter, I don't know. Of was ze zes of zo, I don't know. Cool. Alright, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Yeah! Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Ik loop volle hefjes door met mijn paard, hoor. Ja, godverdomme. Misschien wel best. Ben. Ik ga weer vallen. Oké, ik haal het nog niet dus. Oké. Twee verrekijkers, mensen. There they
That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Oké, wat moet ik doen? Ik gewoon blijven kijken of zo. He don't seem very happy. No. What the fuck? Seemingly, should we go get him? Oh, dat is het dood was, niet eens. Home can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Oh ja, dat zou wel chill zijn. Dus zo, die trein veroveren en dat hij dan zo, ja, toekomt en zo denkt van, ja, dat wil ik daarnet doen, maar mocht het niet van u. Maar oké. Okay. Het is wel echt een goede graphics, man. Dat spel is ooit gespeeld op een kut tv'tje in Ardennen, dus. Nou ja, het is de eerste keer dat ik het ook met zo'n goede graphics speel. We'll circle around the far side and go down that way, same as Mike and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Cole, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Oké, maar dus mijn baard groeit ook vanzelf aan mijn haar en dat moet je dan ook afknijpen. Het is echt een super chill spel als het. En een hele goede graphics. Dus nu zijn we naar hier aan het lopen. Maar als ik je gelijk heb dan, dus het zijn er nog twee achter ons en Bill en die andere guy zijn hier al gepasseerd, staan daar al, dus oké. It's steep here, careful. Shit. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees. Vraag dus voor de leiding dan. Oké, okay, weet je wat er echt goede graphics zijn? Dit. Dat die sneeuw zo van die boom valt als je er tegenloopt. Dat is echt nice daar vind ik, man. Ik zal dat net toen ik met mijn paard heb doorheen. Dat is echt chill. Okay. Stay low. Come on, follow me. Okay, let's get in cover. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. We don't have time to debate this. Okay, fine. You make the move. Kill every last one of these bastards! En go! En oké, okay, nice. Dit is de eerste keer dat we achter de gevecht zitten. We got more of those cabins to the right.
fokken. De laatste guy zit hier, oh shit, oh shit, oh shit. Niet de laatste dus. Oh, ik dacht, ik zag maar één guy op de map, maar oké, ik zit hier echt super kut. Die guy heb ik dus ook niet. Dit komt er meer blijkbaar nog. Nee, ik wil dit gaan. Nog even hier. Okay. Let's go, let's go. Oh, wat doe ik allemaal? Even looten vlug. Zoveel bodies, man. Dat was nice. Ik kan ook andere hoeden oppakken. Oké, ik heb een sigaar en zo. Pak even kogels. Open de weapon wheel, oké, en nu switch to item wheel. Dan dit eye. Oké. Je hebt niks hold, maar oké. Okay. Even die bodies loot. Dan terug gaan. We hebben heel veel kogels van mij. Oké, maar dus de reden waarom dat we zo makkelijk kennen, zo weinig tegen zoveel, is omdat, ja, ze hebben daarnet al gezegd, zolang dat je kunt schieten of op een paard, marine, ja, bij aangenomen. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon meer een soort van legertje dat hij heeft. Eerst vlug even een beetje looten. Oh shit. Zo
Gewoon fucking veel, man. Wat joh. Chat met al dat eten en zo. Ja, ja. We don't have time to mess around. Jawel, hem dat wel. Fuck you. Kan ik wel gaan, maar we hebben een kwaad relic veel doen nu. Oké. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. Ja. Quick, find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Goed. Oké, hierop. En hierdoor. En... Oké, het ligt hier niks. Oké, doe het niet. Het ligt hier echt niks. Oh, kist, nice. Dynamiet zie ik daar. En wat heb ik hier? Cigarette, nice. Crackers, nog een sigaar. En een potje. Groeien nog tabak ook. Okay. Je hebt ook een soort van koffie dat je dan kunt maken, maar oké, dit kan ik dus niet pakken. Nog sigaar. Nice, man. Dit rook ik zo graag, man. Heerlijk, oké, okay, nice. Here. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Wow, oké. Okay. Got a man down. Good work, fellas. Dat is wel nice. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you can get combed, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, man. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Good nice. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp, Cone? Leave him to me. All right. Oh, last whole thing is, dang it. Yeah, nice. Okay, you got it. Come on. Go, go. Yeah, okay, boy. Ah, shit. No. You're coming with me. Just let me go. Come on.
Oké, maar ze zijn dus weg. Nu, ze zijn nu naar die richting gegaan. Oké. Ja, ze gaan er eerder zijn dan ons, waarschijnlijk. Come on, I'm nobody, mister. Shit. Shit. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please! Nice. We gaan hem dus ontvoeren aan Marathon, denk ik. Die is een van Kom op Driscoll's guys. Waarschijnlijk is hij net gevlucht of zo. Ik denk dat we er bijna zijn toch, maar ik denk dat dat hier is dat we John hem gered. Maar oké. Come on, just name your price. Are you trying to test me, is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay. Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. That's two bones right there. Oké, nice, we zijn er. You sack of shit. Let's introduce you to the boys. A boy. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Oké. Found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. A few days later. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur. I think it's time for the train. You want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. What? Jackie. The boy wanted to see you, John. He'd see me now. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time.
You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Oké, maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Sorry dat ik de pauze moet zetten, maar de aflevering gaat te lang worden als ik nu nog verder doe met deze missie. Dus ja, alsjeblieft bedankt voor het kijken naar de tweede aflevering. Ja, ik weet niet de exacte datum wanneer dat deze video's online komen. Ik weet, de vorige aflevering is vrijdag 4 uur online gekomen. En deze gaat denk ik ook zoiets maandag of zo, ik weet het niet. Maar ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben en het belletje, belletje te drukken. En ja, tot de volgende keer. Later.